Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 ging afgelopen zaterdag op bezoek bij de koploper. Er werd namelijk gespeeld tegen ACV. ACV in het blauw en zwart vertrouwt natuurlijk tegen de ploeg die op plek 17 staat in de derde divisie. Strijd tegen degradatie, zoals gezegd. 22 punten uit 27 wedstrijden. Het gat richting de veilige zone is al groot. Maar de ploeg uit Rijssen komt wel op voorsprong. De goal is van Jasper Veldkamp uit een counter. En dat is niet verrassend, want Excelsior 31 plooit ver terug op eigen helft. Hoopt dan op een omschakelmoment. Ja, en heel af en toe komt hij dan ook nog. Zoals nu dus, na zo'n 20 minuten spelen, is het 0 tegen 1. Verandert natuurlijk niets aan het wedstrijdbeeld. ACV blijft domineren, blijft zoeken en af en toe ook proberen. Zoals hier met Lars Dijk. Hij stuit op de doelman van Excelsior 31. Dat is Anthony van Zaltbommel. Jasper. Richting Grevink. ACV zonder Justin Mulder nam de vrije bal. Stijn Strijker achter de bal. Hij richting Gijs Jasper. En die komt het net niet aan. Goede vrije bal van hem. De middenvelder die komend seizoen ACV verruilt voor HC Hardenberg. Misschien komt hij zijn oude ploegmakkers wel tegen. Dan moet je eigenlijk geen averij oplopen tegen Excelsior 31. Die voorsprong van 3 punten op GVVV is zo lekker. En hier komen de Assenaren goed weg. Weer een omschakelmoment. Weer Veldkamp. Maar Strijker, let op. ACV met Spijkerman. Hij speelde voor Justin Mulder. Terugleggen richting Sopakua. Maar die nikt te hoog. Dus dan gaan we richting de rust. Nog altijd 0-1. Veel balbezit. Echt hele grote kansen hebben we niet gezien. Misschien nu dan. Met Banani. Hij richting Zwickstra. Zwickstra met een voorzet. Sopakua dan. Ah, lastig om tot een schot te komen. Lukt het uiteindelijk wel? Ja, Dijk. Zijn inzet wordt gekeerd en zo gaan berusten met de stand van 0 tegen 1. En zal het ook in de tweede helft niet veranderen. Eenrichtingsverkeer, de muur slechten. Dat is het verhaal, dat is de opdracht voor de formatie van trainer Ruud Jalving. En als je de bal verovert, snel zijn, zoals hier. Goed gedaan, Grevink richting Zwistra. Hij richting Van Zaltbommel krijgt daar een tikkie. En dan hoort u het fluitsignaal al, want Heiko Michielsen legt de bal op de stip. Geeft nog geel aan die doelman die ook niet echt handig uitkomt. Met zijn benen naar voren, licht Zwickstra raakt. En dan is er geen voordeel meer en dan is het simpelweg terecht. Achter de bal invaller Huser. Huser schiet binnen en heeft haast, natuurlijk. Het 1-1. Is averij voor ACV. Ook al is het bij GVVV op bezoek bij Harkemaasse Boys nog altijd 0-0. Maar goed, als je kunt uitlopen richting 5 punten, is de bal mooi. Maar ja, dan moet je deze bal wel maken, Huser. Ongelooflijk, wat een kans voor de maker van de 1-1. Nogmaals, hij moet een stapje achteruit zetten. Hij kan er wel een beetje om lachen, maar wat? Dat hij zijn ploeg een geweldige dienst kunnen bewijzen. Dan, Excelsior 31, niets meer van gezien in de tweede helft. Maar wel een geweldige vrije bal op de lat van Rick Hemming. Hij stond genageld. Maar de tijd gaat dringen. De tijd wordt ook een tegenstander voor ACV. Is er nog tijd? Ja, dat wel. Strijker met een poging van Zaltbommel keert. En wordt een beetje moedeloos. We gaan richting de laatste minuten. Jankovic invallen, brengt in. En dit. Oh, is geen penalty. Want het had zomaar gekund. Ja, dit hoort er ook bij. Beetje duwen, beetje trekken.
Maar nogmaals kijken, die keeper komt uit. Tja, ramt daar gewoon natuurlijk Zwickstra onderuit. Maar er komt geen penalty, wel geel voor onder andere Strijker. En dan naar de laatste minuut. Blessuretijd inmiddels. Oei, countermogelijkheid. Maar u hoort het. Fluitsignaal. De scheid stopt ermee. En dus geen kans op de 1-2 voor Excelsior. Die ploeg is boos. Tot zover de samenvatting van ACV tegen Excelsior 31. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.